De lijnvolger. Bij de lijnvolger gebruiken we weer de lichtsensor. En in dit geval gebruiken we ook weer twee besturingselementen. Het herhalen, die pak ik er nu bij. En je maakt even wat ruimte, want in de herhaalfunctie moet namelijk het andere besturingselement terechtkomen. In datzelfde tabblad pakken we namelijk nu het onderdeel schakelen. En het onderdeel schakelen passen we erin. En je ziet dat er twee keuzes in zitten. Eerst gaan we even aanpassen dat dit de lichtsensor moet worden. Hij moet weer een vergelijking maken. Weer met hetzelfde getal, wat we de vorige keer ook gebruikt hebben, in dit geval 40. En dan gaan we de twee onderdelen vullen. Is het ja, is het nee? Als het ja is, gaan we invullen. Hij moet namelijk gaan rijden. Daar is hij al. Hij gaat weer aan. En op dat moment gaan we namelijk ook weer de snelheid weer even terugnemen. En we gaan de richting geven. We gaan hem namelijk een klein beetje naar links laten rijden. Dat doen we door min 30 in te voeren. De onderste krijgt namelijk ook een richting mee. Ook deze komt op aan te staan. En ook bij deze nemen we de snelheid weer terug. Dezelfde snelheid als bij de bovenste. En het tweede wat moet gaan gebeuren is dat we de richting nu op plus 30 zetten. Plus 30 aan die kant en plus 30 naar de linkerkant. Vervolgens gaan we de herhaalfunctie instellen. De herhaalfunctie, ik maak weer even een klein beetje ruimte, die zetten we nu in dit geval op tijd. Ook daar heb je allemaal mogelijkheden, maar in dit geval tijd. We zetten hem op 7 seconden. Dus deze actie moet hij 7 seconden gaan herhalen. Daar gaat hij dan. En je ziet dat de robot de lijn keurig volgt. Hij wiebelt nog wel een beetje en hij doet dit 7 seconden lang, want hij stopt daar. Wat moet er nu gebeuren? Ik wil namelijk de wiebel eruit hebben. Nou, we zetten hem weer eventjes vooraan neer. En we gaan hem een klein beetje veranderen. We gaan namelijk de richtingen een klein beetje terughalen. Dat kan je dus met de schuifbalkjes doen. Ja, en je kan het ook weer intikken. En ik stik hem even in op min 10. Dus nu linksom naar 10. Dus niet met 30, maar 10. En min 10 gebruiken we. En als we deze nu laten lopen, kleine verandering aangebracht. Dan we laten hem weer gaan. Dan zie je dat de robot al veel minder aan het slingeren is. Dus het is al een stuk subtieler geworden. Succes ermee!